We staan hier bij Paul Tonen van het NIBAV en ze zijn hier voor de nieuwe opleiding First Responder. Paul, kan je wat meer vertellen over de opleiding? Ja, we zijn 2 jaar geleden zijn we een traject gestart. Omdat er vanuit de Vereniging van Chemische Industrie heel veel vraag was naar maatgerichte opleidingen. Voor risicovolle opleidingen. Het was één grote jungle. Juist die bedrijven hadden behoefte aan duidelijkheid. Waar moeten mijn ademluchtdragers aan voldoen? Waar moeten mijn mensen aan brandbestrijding aan voldoen? En waar kan ik dat kwijt? We hebben toen samen met het IFV een hele opleidingsstructuur bedacht. Lesmodules eigenlijk helemaal ontwikkeld, doorontwikkeld. Samen met mensen uit de industrie en ook met de opleiders samen. En dat heeft ertoe geleid dat we eigenlijk nu voor echt risicovolle opleidingen een first responder traject hebben bedacht. Oké, dankjewel. En wat kunnen we nou vandaag allemaal verwachten hier bij het NIBAV? Ja, G4S en... Het H2K, zeg ik dat goed? Ja, H2K. Nou goed, even, dat is eigenlijk heel mooi. We hebben 3 opleiders die wij al erkend hebben om de first responder volgens de eindtermen uit te kunnen dragen voor onze certificering. Die hebben we bereid gevonden om hier plaats te nemen en samen met onze 3 opstellingen te creëren. Dus eigenlijk uniek. 3 opleiders bij elkaar die eigenlijk de intentie hebben om samen te werken. Waarbij we dus G4S met een gasopstelling hebben. H2K heeft een vloeistofbrandopstelling. En BTB uit Uden heeft een stookcontainer neergezet. Waar we dus een vast stoffenbrand simuleren. Met personeel van Mars, die alle first responder organisatie zijn. Gaan we offensieve en defensieve scenario's draaien. Zodat mensen kunnen zien van joh, hoe verhoudt zich dat nou? Wat is dat nou een first responder? En hoe zou ik het op mijn bedrijf kunnen toepassen? Oké, dankjewel. Ja. Wil je meer informatie? Kan je altijd natuurlijk contact met ons opnemen. En wij sturen je wel door naar Paul. Bedankt Paul. Ja, super, dankjewel.